Een eigen film maken. Dat was de droom van de Arnhemse studenten Alex van Winsbergen en Alfonso Steverink. Ze maakten hun droom waar met de film Ik en Emma. Het gaat eigenlijk over twee geliefden die eigenlijk wat ze zelf voelen, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Alleen door dilemma's onderweg, dat ze toch bemoeilijkd wordt. Ja, het is eigenlijk een dramafilm. Maar het gaat denk ik meer over wat we willen bereiken met de film. En dat is dat we een goed doel willen steunen. En ook willen laten zien dat wij studenten niet per se onder hoeven te doen voor een professionele productie. Dat goede doel werd de stichting Jonge Helden. Hun helpen eigenlijk kinderen die te maken hebben gehad met verlies. Dus iemand is overleden of een scheiding. Om zeg maar verder te gaan met hun leven, dat ze niet vastlopen. 14 juni hier in Schouwburg in Arnhem. Is de grote première. Daarvoor kunnen jullie uiteraard kaartjes kopen op www.ikenemma.nl/webshop. En zoals ik al vermeld had, alle winst die we erop maken gaat naar het goede doel. Dus je kan er ook nog met een goed gevoel een kaartje verkopen.